Ga je die fiets ook verkopen? Oh. En wat kost die? Als je 30 euro te veel vindt, dan... Hoeveel? 30 euro is misschien te veel, maar het mag ook 25 worden. Misschien. 30 is te veel, maar het mag ook 25 worden. Oké. Okay. Misschien. Heb jij er zelf op gefietst? Ja. Oh ja. Oké. Okay. Zijn dat je ouders die daar filmen? Die daar filmen of niet? Waar zijn je ouders? Oh, mijn vader die is ergens naar de winkel. Oké. Okay. Zijn het wel, hè? Nee? Oké. Okay. Ook van hem? Ja. Dat zijn jouw ouders die daar zitten? Ja. Ja? En waarom zitten ze daar dan? Zal even je ouders erop zetten, even langzaam draaien. Die zitten daar te kijken. Die gaan voor de winst. Ja. Ja. Oké. Okay. Wat ga je verkopen? Ja, dit allemaal. Ha? Huh? Dit allemaal hoop ik. Ja, hoe heet je? Joep. Joep? Oké. Okay. En hoe kom je aan die spullen? Heb je daar allemaal mee gespeeld of niet? Nee, sommige dingen van mijn opa en oma en sommige... Ja, en ook nog wel van andere mensen. En dat mocht ik verkopen. Van andere mensen ook? Mocht ik, okay. Ja, die wij kennen dan. Wat zeg je? Die wij kennen. Die jullie kennen, oké. Okay. En oké, wat is het grootste product wat je aanbiedt? Wat het duurste is? Ja, wat het duurste is, ja. Wijs het eens aan. Ja. Aan Z is dit het duurste en aan gewoon normaal is gewoon alleen de schemerschermers het duurste. Waarvoor zijn die schemerschermers dan? Voor het voetballen. Huh? Oh, heb je vanochtend ook nog meegevoetbald dan? Nee. Oh. Hij zit al een hele tijd geleden. Hij zit op judo. Ja, wat anders dan voetballen, toch? Nou, ja, ik heb het een keer geprobeerd en daarom had ik voetbalschoenen. Oké, okay. Maar als je nou veel verkoopt, wat ga je dan met dat geld doen? Daar heb ik nog geen idee voor. Ga je op vakantie of? Ja, je weet maar nooit, hè? Ah, oké. Okay. Als je iets leuks ziet, misschien dan. Dan ga je het aan de uitgeven. Oké. Okay. Nou, succes, want het moet nog beginnen, hè? Officieel. Ja, kijk, hoeveel uur moet je hier dan zitten? 2 uur. Twee uur? Zo, dat is een hele tijd, zeg. Ja. Nou, succes in ieder geval. Jij ook succes. Ja? Wat ga jij met het geld doen, wat je verdient? Een biertje? Een biertje. Oh. En meer cola. Oké. Okay. Nou, hiernaast komt de poppenkast. Mijn broer. Is dat jouw broer? Ja. Gaat hij ook poppenkast spelen dan? Waarschijnlijk wel. Ja? Ja, ik moet hier nog een paar kerkpommetjes op hebben. Zitten. Daar raak je een beetje hyper van. En dan Ik denk dat jij wel gaat spelen, dat meen ik echt. Nee. Ja, je moet hem verkopen, dan moet je ook laten zien hoe die het doet, toch? Ja, maar dat wil jij. Wat is jouw... Wat wil jij verkopen eigenlijk? Ja, alles. Ja, alles. Ja, dat begrijp ik wel. Maar wat zal er in ieder geval verkocht worden? Denk je? Die auto. Huh? De grote auto. Deze auto. Ja, dat is een heftige auto, toch? Heb je er zelf mee gespeeld? Huh? Vroeger, ja. Vroeger? Ja. Nu niet meer, hè? Nee. Waar speel je nu mee? Wat? Met Lego. Met Lego. Kun je alles maken, hè? Ja. Oké, okay, veel succes vanmiddag. Ja? Dank je wel. Dat klopt. Ja, dat komt.
Ja, de ouders richten de zaak in, hè? Oh, ja. Nou, ik moet zeggen, hoor. Wat blieft? U hoeft er niet op. Oh, dan haal ik u meteen weg. Ja. Ga ik meteen naar de artikelen. Wil u er wel op? Nee, ook niet. Ook niet? Oh, nou. Ja, zo verkoop je... Nou, misschien hij, maar ja, ik kom niet zoveel uit vandaag. Wat zeg u? Ik kom nog niet zoveel uit vandaag. Dus, oh, oké. Okay. Maar jullie hebben wel veel spullen. Ik doe er niet op. Maar goed. Mama.